We zijn nu bij Filmkapitaal en Filmfabriek, twee bedrijven. Filmfabriek is een fabrikant van filmscanners. De scanners die je hier in het gebouw ziet zijn ontwikkeld door ons bedrijf. En het tweede bedrijf, Filmkapitaal, is een bedrijf wat met die scanners in hele hoogwaardige kwaliteit films digitaliseert. Filmkapitaal is een bedrijf wat de bedoeling heeft om het filmmateriaal wat in de afgelopen 150 jaar is gefilmd ook echt te bewaren voor het nageslacht. Jullie willen echt een beeldarchief gaan aanleggen? Ja, wij willen met Filmkapitaal willen wij de beelden van onze klanten, maar ook van archieven, weer terug toegankelijk maken om gebruikt te worden voor websites, voor documentairemakers, voor onderzoek, voor verzorgingstehuizen, om eigenlijk ook weer die beelden gewoon terug te kunnen zien uit bijvoorbeeld je eigen jeugd. Dit is de plek waar we de scanners in elkaar zetten. Hier worden ze geassembleerd, hier worden ze getest en hier vindt ook ontwikkeling plaats. En hier vindt de digitalisering plaats. Bas is nu bezig met de digitalisering van echt een typisch filmpje wat we vaak aantreffen. Een vakantiefilm, dit is in Zwitserland. Ja, het ziet er gewoon fantastisch uit. Maar het materiaal is uit 1971. En toch is het beeldmateriaal nog steeds eigenlijk heel hoogwaardig van kwaliteit. Tijdens het scanproces kunnen we de belichting aanpassen. We maken van ieder individueel plaatje een foto. En we verwijderen het vuil. En we kunnen wetgate scannen en in de nabewerking kunnen we beeld verscherpen, korrel verminderen en vel verwijderen. Hier zie je dus echt duidelijke verschil in restauratie. Je krijgt veel meer context omdat je nu echt detail ziet. Je ziet hoe iemand zijn haar zit, je ziet inderdaad gevelbordjes, merken, welke winkels zaten er op de grote markt. Nu kun je dat soort dingen lezen op minimaal 50 jaar oud materiaal. En wetgate, wat is dat? Nou, wetgate wil eigenlijk zeggen dat we de krassen in de film tijdelijk opvullen met vloeistof. Waardoor het licht in de kras niet meer weerkaatst. Dat zorgt ervoor dat je strepen krijgt in beeld. Je ziet hier in de wolken al wat verticale lijnen. Op het moment dat ik nou die lijntjes opvul met vloeistof, dan zie je dat deze verdwijnen. En wat voor dingen zie je nou voorbij komen aan film? Van de typische vakantiefilm tot echt materiaal waarvan je achterover slaat van hoe gaaf het is. Ik heb de Challenger Ram 89 gezien, waarbij de Space Shuttle verbrandde. Ik heb Kennedy gezien in Keulen, de Beatles op skis, maar ook zelfs Hitler. En hier heb ik een mooi voorbeeld waarom we nu moeten beginnen met films digitaliseren. Zoals je ziet is het praktisch vergaan. Het is gewoon stof aan het verworden. En dat kan ook gebeuren met film.